Deze beschouwing die is een reactie op Francis Capella, want die noemt mijn naam. Nou, dat vind ik altijd hartstikke leuk, laat ik het eerlijk zijn. Zo ijdel ben ik wel. En hij noemt ook nog de naam van Thénon Akon. Ja, die man die heet niet zo. Ik weet trouwens niet eens of het een man is, maar ik denk het wel. Maar dat is zijn nickname. Zo, avatar name, screen name. En ik ben een gelovig iemand. En Thénon Akon ook. En wij worden genoemd door Francis Capella. En hij noemt ons beide onze screen names. En mijn naam is dus gewoon Perry Winkle en dat is ook mijn screen name. En noemt hij ons beide in een verhaaltje wat hij houdt met als titel... Ziet een atheïst het grote plaatje. En hij verdedigt zich dan tegen het feit dat Thénon Akon en ik gezegd zouden hebben dat een atheïst een luciferianist is. Ja, het is heel ingewikkeld, eigenlijk. Dit is een reactie van Thénon Akon. Dit is een videootje wat ik heb gemaakt. Het is een beschouwing 291. De onzinnigheid van de ongelovigheid in een goddeloze wereld. Heeft hier verder niks mee te maken, hoor. Maar het is wel een goede beschouwing, vind ik. En... daarin zegt Thénon Akon dus dat Francis Capella ons heeft genoemd. En dat hij beweert dat we atheïsme gelijkstellen met luciferianisme. En hij vraagt mij, heb jij dat ooit gezegd? Nee, ik heb dat helemaal niet gezegd. En dat heeft Thénon Akon dus kennelijk ook niet gezegd. Want anders vraagt hij niet of ik dat heb gezegd. Gaan we zo dadelijk even op in... of ik ga daar zo dadelijk op in. En de andere opmerking van Francis is dat wij gezegd zouden hebben dat atheïsten een blinde vlek hebben. Ja, Kijk, het begint wat mij betreft allemaal hiermee... dit is een foto, die heb ik gemaakt. Dit is vlakbij de plek waar ik werk. En dan sta ik op de bus te wachten en dan denk ik, goh, wat zal ik eens doen? Nou, wat je hier ziet, dit is voor mij, als ik hier naar kijk, ik zie een orde. Zie jij die ook? Zie jij de ordelijkheid? Dat is mijn vraag nu aan jou. Wat zie jij? Ik weet het antwoord van Francis Capella. Francis Capella zal zeggen, nee, dit is een chaos. En dat is het verschil tussen met de wijze waarop Francis kijkt... en op de wijze waarop ik kijk... en waarop ik denk dat Thénon Akon ook kijkt... Als ik even voor hem mag spreken, dan zou ik zeggen, wij zien een orde. Iedereen die gelooft in een schepper, ziet orde als hij hiernaar kijkt. En geen chaos. En ieder die niet gelooft in een schepper, ziet, nou, ligt er een beetje aan... of die een chaos ziet, dat hoeft niet per se. Er zijn ook mensen die geloven in een beginsel van de natuur. En die zien dus een natuurlijke orde als ze dit zien. Maar die snappen dan waarom mensen, als ze dit zien, denken dat er een schepper is. Maar dat veel natuurgelovigen geloven ook in een geesteswereld en dus... Dat is een beetje moeilijker te duiden. In elk geval
onder de niet-gelovigen zitten er nogal wat mensen en die zien, als ze dit zien, alleen maar chaos. En zij zeggen dan bijvoorbeeld van ja, kijk nou naar die takken van die bomen, er is er niet eentje recht. Het is allemaal zo krom als een hoepel. Wat wilde die boom nou toen hij aan het groeien was? Je ziet takken, die gaan dan heel vrolijk eerst naar links. En vervolgens denken ze, nee, ik ga toch maar naar boven. Zoals hier, ik weet niet of je dat goed kan aanwijzen. Maar hier aan de... Hier zo bedoel ik, hè? Dit moet je kunnen zien. Kijk, ja, precies hier. Kijk, die tak hier, die groeide eerst zo. En toen dacht hij, nou, ik ga toch maar zo. Ja? Die is van mening veranderd dus. Ja? Dat kan je bestempelen als chaos. En vervolgens... is die tak die dus daaronder dacht van eigenlijk eerst ga ik naar links. En nou, dan gaat Tom er omhoog. Die ging dan verder omhoog. En dan gaat een andere tak van diezelfde boom. Die gaat denken, ja maar als jij om, dan ga ik wel nog verder naar links. Maar kortom, wat is het voor een chaotisch patroon? Als je hier naar kijkt. Dat zie je als je in chaos hier naar kijkt. Ik denk dan dat jouw brein ook chaotisch is. En ook een goed voorbeeld van zo'n besluitingsmoment, dat zie je hier. Deze tak, die dacht er eerst dat hij zo zou gaan, zo naar rechts. Dat zie je zo'n beetje in de lijn van die tak. Maar dan is dat zijtakje, dat wordt dan eigenlijk de echte tak. Want dat zijtakje hier, dat was dus ooit bedoeld als een zijtakje, mag ik aannemen. Maar dat is mooi de hoofdtak geworden. Daar zit zo'n knikje in. Ja, heel veel mensen zien dat dan als chaos. Hierboven zie je dat ook. Hier zie je ook zo'n plekje. Deze tak, wat wilde die nou? Die ging dus eerst naar rechts en dan toch maar omhoog. Ja, wat willen we nou? Hè? En daar zie je ook zo'n voorbeeld. Zo'n tak, die gaat eerst omhoog en dan toch maar naar rechts. En dan toch maar weer omhoog. Hè? Nou, wat je naar mijn mening hier ziet, dat is leven. Hier is hier ook een goed voorbeeld. Deze tak hier. En die gaat eerst omhoog en dan nou, we gaan toch een beetje omlaag zo. Joh. Hoe dit in elkaar zit, is dat die entiteiten die je hier ziet, die bomen, die zijn ooit begonnen als een zaad. En deze... Ja, deze levenskracht, de planten, dat geldt voor planten in het algemeen. Wat ze doen, is ze vangen zonlicht op. En daarvan pakken ze het blauwe licht en het rode licht. Dat doen ze vrijwel allemaal. Daarom zijn planten ook groen. En het licht kan je zien als rood, groen en blauw, RGB. Nou, rood en blauw wordt geabsorbeerd en groen, en wat overblijft, dat is dus groen. Dat kaats je dan weer terug. Nou, dat zonlicht wat ze absorberen, en dan pakken ze dus dat hoog energetische en dat laag energetische, dat lage dan voor de warmte en dat hoog energetische voor de hoge energie. En daar maken ze glucose van, middels een proces dat heet fotosynthese. En die glucose wordt gebruikt om te groeien. En doordat ze groeien, komen ze hoger. Want als ze niet zouden groeien, dan zitten ze dus onderop. Ja, die plant heb je ook, zoals grassen. Maar bomen moeten vooral strijden dus. Die concurreren om het licht tussen mekander. En ze moeten zo hoog mogelijk komen, want daar zijn nog vrije plekjes. Snap je? En het is helemaal niet makkelijk om als klein boompje een groot boompje te worden. Want je bent een kleintje tussen al die grote bomen. En jij hebt dat zonlicht nodig. Want zonder dat zonlicht kan je niet groeien. Dus de natuur is... Dat zou dan een atheïst zeggen van... Ja, de natuur is kletterhard voor die kleine boompjes. Ja, de natuur is ervoor om te groeien. En dit is wel wat je ziet. Zo'n boom die... maximaliseert de opname van het zonlicht. En van dat zonlicht maakt hij zichzelf groter. Ja, doe jij het maar eens. Hè?
maakt hij zichzelf groter. En dan ook nog dusdanig dat hij zichzelf groter maakt op die manier dat hij nog meer zonlicht gaat kunnen absorberen. Dus je kan bijna nog denken dat een boom nadenkt. Dat zou je erbij kunnen denken. Dat is niet zo, maar dat zou je kunnen denken. Er zit een plan in elk geval achter een boom. Dat kan je hier duidelijk aan zien. En dat je dus van die momenten hebt, zoals deze tak waar we nu naar kijken, die gaat dan eerst omhoog en dan toch maar naar links. Ja, op het moment dat het takje omhoog ging, was er misschien een iets andere situatie in de omgeving. En toen kwam er een of andere storm en nou, toen is er iets gebeurd. Er bracht er van een andere boom een tak af en dan kwam er op een ander plekje kwam er een hele hoop licht. En toen dacht deze tak van nou, dan ga ik toch maar daar zitten vangen. Want ze moeten dat zonlicht hebben. Al die takken zijn verantwoordelijk om dat zonlicht te pakken. En dan komt de allergrootste ordelijkheid die je hier ziet. Namelijk, het is nu, toen deze foto werd gemaakt, winter. En dan is er relatief weinig zonlicht. En daarom zitten er ook geen bladeren aan de bomen. Want er is bijna geen zonlicht. Dus die boom en bijna geen zonlicht en lelijk weer. Dus in de winter met een hele hoop bladeren gaan lopen wapperen, dat is nog gevaarlijk ook voor een boom. En daarom laten bomen in de herfst al hun blaadjes vallen. En wat ze dan heel ordelijk doen, is dat ze de glucose uit die blaadjes, al die voedingsstoffen, zoveel mogelijk trekken ze dat terug naar binnen toe. Dan veranderen die blaadjes ook allemaal van kleur en krijgen ze hele mooie, rare, vreemde kleuren. Knalgeel, knaloranje, dat soort dingen. Dat komt omdat dat chlorofiel, dat groene spul, dat wordt allemaal naar binnen gezogen. Van, hé, klaarmaken voor de winter. Dus dan gaat al dat waardevolle spul, dat wordt teruggetrokken, helemaal naar het wortelstelsel toe, heb ik mij laten vertellen. Om vervolgens, als de lente weer komt, dan gaat alles weer naar boven toe. Ja, dat is orde. Dus zo'n boom, die heeft als het ware een ademhaling met een snelheid van 1 keer per jaar. Ja, dus als de winter komt, dan zuigt die al dat chlorofiel naar binnen. En dan als de lente komt, dan gaat al dat chlorofiel weer naar buiten toe. Daar wordt er nog meer chlorofiel bijgemaakt, want in de zomer gaat een boom verdienen. En dan worden er al zo'n dingen bijgemaakt, dan groei. En dan, oh, het is tijd tot de herfst komt eraan en dan gaat alles weer naar binnen. Dus net als dat je zelf ademhaalt als mens, doet een boom dat ook. En dan 1 keer per jaar. 1 keer per jaar inademen, als het chlorofiel naar binnen gaat. En 1 keer per jaar uitademen. Ja, die analogie gaat een beetje manken. Maar 1 keer per jaar uitademen gaat het chlorofiel naar buiten toe. En dan gaat het chlorofiel weer naar binnen toe. Ja, ik vind dat bijzonder ordelijk. En die orde, waar komt die vandaan? Die kan niet toevallig tot stand zijn gekomen. Dat heb ik bewezen in de uitzending over Darwinisme. Van een paar. Nou, ik ben er toch aan het screencast, dus ik kan wel even erbij pakken. Even dit doen. Ja. Dat is best een goede. Hij zei, ja, ik zal hem nog een keer, denk ik, nog wel een keertje overdoen. Hier, dat is beschouwing. Dat vind ik een beetje irritant eigenschap. Maar van Google is dat. Of YouTube, sorry. Nou, dat moet ik dan. Als ik nou handig doe? Als je dan zo doet. Ja, dat is beschouwing 287. Mijn bewijs dat Darwinisme onzin is. Door daarin laat ik zien dat een ordelijke sequentie van computerbytes, van 140 computerbytes, dat is totaal onmogelijk. Om dat uit toevallig dan te krijgen. Dus een ordelijke sequentie van 140 bytes kan niet per toeval tot stand komen.
Daar is het. Daar hebben we geen tijd genoeg voor. Want als je over het toeval wil gooien, van ja, dat gebeurt me toevallig. Ja, dan heb je tijd nodig. Er moet voldoende tijd zijn. Ja, maar hoeveel tijd heb je nodig om 140 geordende bytes te krijgen? Nou, dat is meer tijd dan dat er seconden zijn geweest tot nu toe in het hele universum. Want we weten, tenminste zeggen we, hè, dat het universum 15 miljard jaar oud is. Ja, dat is maar zoveel seconden. Hè? Dat is niet onbeperkt aantal seconden. Dat is maar 15 miljard jaar aan seconden. Dat is, wat is het? Heb je nou uitgerekend? Nou ja, het is een miljard jaar en je hebt dan zoveel seconden per jaar. Een paar miljoen, 10 miljoen seconden per jaar. En dan heb je zoveel miljard. Dus dan zeg maar 10 tot de macht 7, plus 10 tot de macht 9, 10 tot de macht 16 seconden ooit zijn er geweest. Meer niet. Snap je? En dat is niet genoeg om zo'n sequentie van 140 bytes netjes, ordelijk, bij toeval gerangschikt te hebben. Dat gaat niet. Dat is uitermate bijzonder. Nou, en als het al bij 140 bytes met zo'n heel eenvoudig computerprogrammaatje, want daar ging het dan om, een heel eenvoudig programmaatje geschreven in C++, en dat zo'n zelfs zo'n eenvoudig programmaatje kan dus niet bij toeval tot stand zijn gekomen. Ja, joh. Maar kijk dan eens naar het programma wat hierachter zit. Ja? Zo'n boom met al die takken die al die blaadjes moeten gaan dragen. En dat hele principe van in de zomer gaan we naar buiten en in de herfst trekken we alles weer naar binnen. En hoe die takken groeien en hoe die takken inspelen op veranderende zonlichtomstandigheden. En dit is dan bij toeval tot stand gekomen? Ja. Ja, dan ben je uitermate goed gelovig. En dat is mijn punt met atheïsme. En het grappige is dat Francis Capella dan in zijn betoog met als titel ziet een atheïst het grote plaatje, dat hij stilstaat bij het feit dat hij wel degelijk heel verwonderd is geweest in zijn leven bij het aanschouwen van bepaalde fenomenen. Bijvoorbeeld, dan heeft hij het over zijn jeugd, dat hij een cassetterecorder kreeg. Ja, voor de mensen die dus dat niet meer weten, maar tegenwoordig kan iedereen opnemen met je foontje of zo. Maar vroeger kon dat niet zomaar. En dan had je cassette recorders. En dan had je zo'n play-knop en je had een record-knop. En de grap was dat als je die record-knop indrukte, dan gebeurde er helemaal niks. Maar je moest play en record tegelijkertijd indrukken. En dan ging die opnemen. En als je dat verkeerd deed, dan ging die opnemen over iets wat je al opgenomen had. En tegenwoordig met je smartphone heb je dat niet. Als je tegenwoordig record doet, dan wordt er altijd naast gezet. Of hij zegt, memory card is full. Hè? Maar met zo'n cassettebandje moest je echt oppassen. Je kon over iets opnemen wat heel mooi opgenomen was en dan was je het mooi kwijt. Nou, daar staat hij dan bij stil en dat hij dus als kind helemaal verwonderd was van, nou, het is wel heel bijzonder dat je de stem van iemand kan vastleggen in zo'n bandje. En hij staat stil bij dat noemt hij dan ook denk ik een wonder of zo, de atoombom. En daar heeft hij het over Oppenheimer en een of ander iemand met een Italiaanse naam en dat zegt me dan even helemaal niks. Maar dat blijkt dan te gaan om de atoombom, denk ik. Want hij heeft het later over een paddenstoel die je in de lucht ziet. En ik denk dat hij refereert aan de atoombom. Nou, Oppenheimer is er ook zo'n atoombomfanaat. Zo. En dat hij dan best verwonderd was.
Ja, maar mijn punt is dat die verwondering waar ik het over heb, dat is de verwondering als je kijkt naar dat plaatje, dit. De verwondering over dit, daar gaat het mee om. En niet de verwondering over een machine. Een uitvinding. Een atoombom. Dat... Ja, ik heb dus ook toen ik 11 was, kreeg ik mijn eerste... Nee, die heb ik gekocht. Tweedehands, van een vriendje. Dat was niet eens veel geld. Dat was een heel simpel dingetje. En hij had een nieuwe of zo en ik kocht zijn oude. Dan had ik ook een cassette recorder. Maar ja. Ik heb er heel veel mee gespeeld en heel veel liedjes opgenomen van de radio. Maar ik was nooit echt verwonderd. Dit daarentegen, waar je nu naar kijkt, die foto van die bomen. Dit wel. Dit heeft mij altijd, maar ik denk niet dat ik jong was dat het me zo verbaasd heeft. Maar toen ik 12 was en de Bijbel in handen kreeg en in de Bijbel stond dan... in de beginnen schiep God hemel en aarde. Toen zag ik in één keer van okidokie. Ja, maar nou snap ik het. Hè, er is dus een orde die er was voordat de materie was. En dat is iets wat ik nu nog steeds onderschrijf. Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dus God was het woord. God is het woord. Dat is iets wat Francis Capelle ook verkeerd geïnterpreteerd heeft, want hij stelt dan het woord gelijk aan de Bijbel. Dus dan zegt hij ja, en die gelovige mensen zeggen dan dat je eerst de Bijbel had en toen kwam het hele universum. Nou, eigenlijk niet, hè? De Bijbel is geschreven door mensen die geïnspireerd werden door God. Zo zien wij dat. Het woord daarentegen, dat is het bewustzijn. Dat is de logica. En die uitzending van mij, die beschouwing dat Darwinisme onzin is, dat is logica. De pure logica. Dus als je met een dobbelsteen gooit en je gooit een 6, dan hoef je niet tegelijk te zeggen, oh, die dobbelsteen die klopt niet, want ik gooi hem één keer en ik heb gelijk een 6. Nou, dat kan niet hoor. Dat kan namelijk wel. En als je met een dobbelsteen 2 keer gooit en je gooit 2 keer achter elkaar een 6, is het nog steeds geen reden om te gaan lopen roepen dat die dobbelsteen niet deugt. Als jij 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 43.000 keer achter elkaar een 6 gooit, ja, dan is er wat aan de hand natuurlijk. Dan is die dobbelsteen niet goed. Dat lijkt me nogal wie dus. Dat is logica. Ja, als iemand alsmaar achter elkaar de staatsloterij wint. Ja, je gaat naar het casino en dan ga jij roulette spelen. En dan zet je dus, ga je all in op het getal 33. En dan Rienne van Plu en 33. Dat is 33, altijd in het Frans. 33. En dan zeg je, ja, die ben ik. En dan krijg jij dus even 36 keer uitgekeerd. En dan zet je alles in op 17. En het is die set. En dan gaat zo 10 keer achter elkaar door. Ja. Dan komt iemand van het casino naar je toe en die zegt, hey, wil je even meegaan naar achteren? Ja? Want het is geen toeval meer. Ja, en dat gebeurt dus ook helemaal nooit. Als jij naar het casino gaat en je gaat doen wat ik zeg, dan ga je berooid naar buiten toe. En dat is logisch. Als jij naar het casino gaat, dan moet je, het is een kwestie van lang genoeg naar het casino gaan en uiteindelijk ben je berooid.
En uiteindelijk ga je dan snappen dat die casinogebouwen betaald worden van het geld wat al die mensen verloren hebben. Daarom is casino ook een business. Degene die er geld aan verdient, dat is het casino en niet degene die gokken. Dat is logica. Nou, zo zit het in elkaar. En dit wat je hier ziet, deze foto van die bomen, ja, dit is dus geen toeval. Dat dit zo is. Bomen zijn er niet bij toeval. En neem je dan een cassette recorder die dan geluid op kan nemen. Ja, ik had al vrij snel als kind in de gaten dat dat iets te maken had met magneetjes en ijzerdeeltjes. En dat die worden dan gemagnetiseerd en dan komt er een patroontje op en nou, met elektronica krijg je dan uit de spiekertjes geluid. In een langspeelplaat, daar zitten van die groeven en ik had als kind wist ik al dat die groeven, dat dat niet zomaar recht door recht aan was, maar dat er helemaal bibbertjes in zaten en dat die bibbertjes, dat is het geluid wat je hoort. En dan moet er zo'n naaltje in en zo'n arm, zo'n pick-up en dan... Jo met de banjo en Mien met de mandolin, Kaatje met de mondharmonicaatje. Ja, dat was ik 6. Mijn opa die had 3 singeltjes. Waaronder dat liedje dus. Was het Adele Bloemendaal met Jo met de banjo? De Wandelclub of zo heette dat. Zo'n leuk liedje. Maar daar was ik niet zo verwonderd over. Maar de natuur, dat is het grote wonder. En om nou te zeggen dat een atheïst een blinde vlek heeft voor dit... Nou, ik denk niet dat ik die term blinde vlek gebruikt heb. Want een atheïst ziet wel degelijk deze foto. Die ziet wel degelijk al die dingen die ik net opnoemde met al die takken die dan op het ene moment denken ze nog van we gaan naar links en op het volgende moment denkt zo'n tak nee we gaan toch maar naar boven. Ja. Het is alleen dat een atheïst die ziet niet de orde. En Francis Capelle zegt het ook letterlijk in een reactie wat die geeft op dat was een opmerking van Thénon Akon. Dat de atheïsten geen orde zien in het universum. En daarop zegt Francis letterlijk van nou, dat klopt. En de reden daarvoor is dat het universum één grote chaos is. Dus, ja. Ja, dan is het eigenlijk... dan is het dus duidelijk. Door iemand als Francis Capelle, die ziet in het... Als hij kijkt naar het universum en dus ook naar deze bomen, want... Dit is een onderdeel van het universum. Dan ziet hij één grote chaos. En iemand als Thénon Akon of ik, wij zien orde. Ja. En wij weten dat die orde die wij zien, dat die er geweest moest zijn voordat de wereld kwam. Ja. En wij nemen aan dat de Bijbel naar waarheid geschreven is. En dat de mensen zoals Mozes die de Bijbel hebben geschreven, dat die dat niet deden met... Hey, we gaan weer even de boel voor de gek houden. Nee, dat waren oprechte mensen die bedoelden het goed. En die kwamen met de verwoording van de werkelijkheid der dingen... naar hun beste vermogen van die dagen met die taal en vanuit die modiositeit, moet je zeggen. Ja, bijvoorbeeld om mode erbij te pakken, dat slavernij, daar moet ik nog een uitzending over gaan houden. Dat is er ook een van Francis Capelle, dat die zegt, ja, in de Bijbel wordt slavernij goed gepraat. Nou, in die dagen was slavernij normaal.
Daar, het was zo dat als jij je schuld niet kon terugbetalen, dat je dan, ja, of je werd automatisch, kon de schuldeiser zeggen, nou, dan ben jij van mij. Want je hebt geen geld om mij terug te betalen. Nou, dan ben ik nou eigenaar van jouw leven. Dan ga je maar voor me werken. Of je kon naar zo iemand toestappen en zeggen, nou, sorry, ik heb heel veel geld van je geleend. Ik kan het je niet terugbetalen. En dan ga ik wel voor je werken. Dus zeg maar wat ik moet doen. Ik heb geen poen. En ja, de schuld moet terugbetaald worden. Dus ja, misschien, ja, zoals in een restaurant, weet je? Dat je hebt geen geld en dat je dan, dat de restaurateur dan tegen je zegt, van, oké, ga maar afwassen. Ja? Dan heb je een schuld bij die restauratiehouder. En nou, dan ben je dus de slaaf, dan ben je de afwasslaaf. En dan moet je maar gaan afwassen. En dan niet één avondje natuurlijk. Want als jij lekker hebt zitten dineren voor een paar honderd euro, ja, dan kan je een aantal dagen gaan lopen afwassen natuurlijk. Nou, en dat wordt dan geregeld in de Bijbel, dat je, ja, dat bepaalde dingen niet mogen. Een slavernij was dus heel normaal. Dat gold voor die situatie waarin mensen hun schulden niet terug konden betalen. Iets wat we nu niet meer hebben. En dat is best vervelend. En nu, als je je schuld niet meer terug kan betalen, dan iedereen van, dat is jammer. Morgen weer een dag. Maar daar kom ik nog wel verder op terug als ik die uitzending ga maken over Exodus 21. In de serie Bijbelkritiek. Daar komt er van Francis dat hij daarmee komt. Francis Capelle. Anyway, het staat dus in de Bijbel, daar staat er dus dingen over slavernij ook. Er staan wel meer pikante dingen in, hoor. En ik geloof dat de Bijbel geschreven is door mensen die, ja, een diep respect hadden voor de orde die zich om zich heen zagen. En die daadwerkelijk ervaren hebben dat die orde achter de werkelijkheid, de veroorzaker, God dus, dat die zich actief bemoeit met het hedendaagse leven. Dat die actief ingrijpt. En ik geloof dat ik dat ook heb meegemaakt. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd die waren te toevallig. En als je dan die gaat uitleggen en je gaat zeggen, nou, het was toen en toen en zus en zo. En toen gebeurde dat en dat en dat was altijd toevallig. Nou, dan zal een scepticus altijd kunnen zeggen, nou ja, het is maar hoe je het bekijkt en hoe vaak is het dan gebeurd. En ja, je kan alles wel omlaag halen. Maar als ik kijk naar mijn leven, dan moet ik zeggen dat mijn leven van te toevalligheden, van dingen die te toevallig waren, van die dingen hing mijn leven aan elkaar tot nu toe. Het paste allemaal heel erg mooi in één en hetzelfde plaatje. Nou, ik kan ook zeggen, daar kan je ook van zeggen, ja, maar Perry, jij bent altijd wel blij. Dat maakt jou ook niet uit wat er gebeurt. En daarom vind je alles wel oké. Maar dat is niet helemaal waar. Ik vind niet alles zomaar oké. Mensen die mij wat beter kennen, die snappen dat heus wel. En je kan zeggen, ja, Perry, jij past je heel makkelijk aan veranderende omstandigheden. En daarom denk je dat er iemand van bovenaf jou aan het helpen is. Nou ja, goed, ik pas me makkelijk aan veranderende omstandigheden. Maar dan nog, ja, het gaat allemaal wel erg prettig. Dus, ja, goed, dat is mijn mening. Dus wat ik zie, en wat Jezus ook zegt, het koninkrijk Gods, of
de koninkrijk der hemelen, dat is met kracht aan het komen. Maar ik zie het. Ik zie dat dat komt. Ik zie die leugen. En die leugen die wordt zo blatant. Om even de knuppel in het hoenderhok te donderen. Ik ben filosofie gaan studeren in 1999. 1998, 1999, zo in die tijd. En de vakken waarin ik... Het ging mij om... ik ben dus bezig met een computertaal. Al heel lang. Daar werk ik nog steeds dagelijks aan. En het gaat mij erom... Wat is nou de essentie van een computersysteem? Wat moet je er nou mee? Hoe komen wij van het gesodemieter af? Want computers vind ik eigenlijk heel erg slecht. Namelijk. Ik vind ze echt verschrikkelijk. Ik werk er zelf niet graag mee. Ik heb van Wim, mijn vriend Wim Kruidentuin, heb ik een smartphone gekregen. Maar die ligt dus al een tijdje... Ja, ik heb hem nog niet aangehad hier. En ik zie me ook niet... Nou, Wim zei nog van, ja, maar je kan er foto's mee maken en filmpjes mee maken. En... maar denk ik weer, ja. Nou, ik ben wel blij dat ik hem heb, hoor. En ik ga hem wel gebruiken. En ik kan er wel dingen mee testen. En dat vind ik wel interessant. En... Maar ik vind ze allemaal... Ja, ik vind eigenlijk alle computers verschrikkelijk. In de bediening. En vind ze onhandig en niet fijn. En... Ik irriteer me er dood aan. En dan vraag ik me dus af, hoe moet je dat nou goed krijgen? Nou, en daarom ben ik filosofie gaan studeren. Om erachter te komen hoe... het fenomeen computertaal nou moet zijn. Anyway, een van de vakken die ik daar had, dat was dan logica en taalfilosofie en metafysica, die drie vakken, daar ging het dan om. En dan speelde het centrale begrip, wat is waarheid? Huh? Heb je dat correspondentiebegrip van waarheid. En je hebt dan nog het begrip dat het ertoe moet doen. Er is nog een consensusbegrip heb je ook nog. Nou, er zijn verschillende theorieën over waarheid. En nou, ik kan je erbij cadeau geven dat je niet snel uitgekletst bent over het fenomeen waarheid. Als je dat helemaal minutieus wil gaan aanpakken. En eigenlijk moet je zeggen, al die filosofen die lopen maar te kakelen over het begrip waarheid. En er is, je kan niet zeggen, ik ben voor het waarheidsbegrip van Ludwig von Wittgenstein. En dat is een Duitse filosoof. Want als je dat zegt, dan is het allemaal... Wittgenstein, Wittgenstein 1 of Wittgenstein 2 en wat vind je dan, wat die en die... Bla, 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 bla. Kortom, als je partij kiest in die melee, om een mooi Nederlands woord naar voren te halen... dat oorlogsgeweld van al die ruziemakende filosofen... als je partij kiest, dan ben je gelijk het mikpunt van allerlei kritiek. Nou, dat speelde zich dus af in 1999, het jaar 2000, 2001, 2002, 2003. Ja. En toen ergens 2005, 2006. Toen ben ik gestopt met die filosofische discussies een beetje. Nou, ik ben nog een tijdje doorgegaan. Maar toen was het zo'n beetje over. En... In elk geval, het begrip waarheid, dat werd voor mij heel duidelijk met die aanslagen van 11 september. Want in 2005 was het voor mij duidelijk dat stalen gebouwen echt niet zomaar in stof kunnen veranderen. Dat is technisch onmogelijk. Dat kan niet zomaar.
En als je dat in 1990 had gezegd van de vorige eeuw, van een stalen gebouw kan niet zomaar in stof veranderen, dan had iedereen je uitgelachen. Dan had iedereen tegen je gezegd, ja, nee, natuurlijk niet. Dat hoef je toch niet te zeggen? Ja? Waarom zeg je dat? Ja, maar op 11 september 2001 zien wij dat op tv en dan denken we, oh, ja, misschien kan het toch wel, want ik zag het op tv. Snap je? Als je het wil hebben over waarheid, dan moet je kijken naar die aanslagen van 11 september. En dan moet je dan eens gaan kijken naar het gekakel in het kippenhok waar allemaal kippen zitten zonder kop. En dan zie je hoe ernstig en absoluut verdrietig, zielig het gesteld is met het waarheidsbegrip onder mensen. Dus het heeft geen enkele zin, die hele filosofische discussie over moet je nou Wittgenstein 1 of Wittgenstein 2 meenemen in je waarheidstheorie. Nee, je moet kijken naar die aanslagen van 11 september. En je moet eens kijken naar wat mensen erover zeggen. En dat is een hele volkstam, die zeggen we, ja, nou, het is zat als volgt. Je had Osama Bin Laden en die had 25 hele stoute kameraden. En die hadden een samenzwering met z'n allen. En toen hebben ze de vliegtuigen tegenaan geknald en toen zijn er stalen gebouwen in stof veranderd. Want dat is logisch. Maar dat is niet logisch. En dan worden die mensen die dan zeggen dat dat logisch is, als je tegen die mensen zegt, ja, dat is niet logisch, dan worden ze hartstikke boos en dan gaan ze zeggen dat jij een samensweringstheorist bent. En als je dan zegt, ja, maar dat met Osama Bin Laden was er ook een samenswering, dan zeggen ze, ja, nou moet je je mond houden. Dan worden ze nog link ook. Dus mensen, een waarheid, dat zijn... Nee, dat gaat helemaal niet samen. Mensen hebben een vooringenomen mening en daar blijven ze bij. En de vooringenomen mening van Francis Capelle is dat als hij kijkt naar deze foto waar je nu ook naar kijkt, naar die bomen, dat hij blijft bij zijn mening dat hij zegt, ja, dit is één grote chaos, dat kan je toch zo zien? Dan ziet een kind van 3 dat dit één grote chaos is. Daar komen we nooit uit. En als ik met Francis Capelle een hele studie ga maken en ga laten zien dat die takken, daar lopen allemaal kanaaltjes doorheen. En er zitten in die takken zit een laagje en dat heet meristeem. En dat kan, dat doet de groei. En naar buiten toe krijg je de versclerotisering en dat vormt de bast. En dan gaat Francis zeggen, oh, ja, dan zie je ons eigen grote chaos. En dan die cellen die naar buiten toe gaan, nou, die sterven dan af. En die cellen, die zijn dus dood. Het is dood. Ja. Ja, Francis ziet dan de dood als hij dit ziet. Ja, ik niet. Ik zie levende bomen. Ik weet dat... het is nu dan... Begin maart, de lente komt er zo dadelijk aan. En over een paar maanden, als ik op deze plek weer zo'n foto maak... dan kan ik waarschijnlijk de blauwe lucht niet... Nou, je kan hier ook geen blauwe lucht zien, maar dan kan ik de lucht niet meer zien. Dan had je allemaal blaadjes. En al die blaadjes die dwarrelen weer fijn neer omlaag als het ergens september, oktober wordt. En hebben die bomen weer heerlijk gegeten, zullen we maar zeggen... Allemaal CO2 ingeademd. En dan zijn ze allemaal weer een stukje gegroeid. En ja, het is ook... in dit stukje bos... daar zie je ook bomen... die liggen heel slordig op de grond. En die zijn omgevallen tijdens een storm. En dat hout dat ligt daar weg te rotten en dat wordt dan weer CO2 en daar groeien dan paddenstoelen in. En nou, daar kan je dan ook weer van zeggen, ja, één grote chaos. En ik denk, nee, dat is allemaal heel ordelijk. Want die paddenstoelen groeien daar weer in en in die paddenstoelen zitten weer hele bijzondere dingetjes. Lalalala, dan heb je alweer beestjes en ja, dat is de natuur, dat is prachtig.
Dat is heel mooi als je dat aanschouwt. Ja. En de waarheid is dat dit orde is. Dat is de waarheid. Maar mensen hebben een vooringenomen mening en die willen ze niet loslaten. Of met een hele, hele, hele grote moeite. Maar eigenlijk niet. Liever niet. Liever willen mensen blijven bij dat wat ze altijd al vonden. Namelijk dat stalen gebouwen, die kunnen wel in stof veranderen. Want dat was toen op tv. Dus dan kan het. En hoe dan? Ja, dat weten ze dan ook niet. Maar het kan wel. Het kon toen, op 11 september. En als je dan vragen gaat stellen aan die mensen, dan zeggen ze allemaal, ja, die moet niet zo moeilijk doen. Jij altijd met je achterdochtige gedoe. Maar je hebt het toch gezien? Nou dan, wou jij soms vertellen dat er bommetjes bij waren? Nou, dat kan toch helemaal niet? Wie hebben die bommetjes daar dan neergelegd? George Bush zelf? Wanneer dan? Zo denken die mensen dan. Dus de mensen en waarheid, ja. Ja, is het leuk van al die filosofen dat ze zo behulpzaam zijn geweest in het opstellen van allerlei theorieën over waarheid. Maar de droeve waarheid is, je hoeft mensen alleen maar te confronteren met zoiets als 11 september en je snapt gelijk wat waarheid is. En de waarheid is dat die aanslagen van 11 september, die waren ze al van plan toen ze die gebouwen aan het bouwen waren. Want toen stond er al in de krant dat die gebouwen bestemd waren tegen de inslag van het destijds zwaarst en grootst bekende verkeersvliegtuig. Nou, waarom zou je daar trots op willen zijn? Op een gebouw van 400 meter hoogte. Want vliegtuigen die vliegen op 10 kilometer hoogte. Dus er is geen enkel... er is geen reden om aan te nemen dat een verkeersvliegtuig er tegenaan zou kunnen vliegen. Want zo hoog, die dingen waren wel heel hoog, maar 400 meter hoog op 10 kilometer is helemaal niks. Ja, ze zijn al bij Zandvoort, zijn ze dat circuit, dat Zandvoort circuit wordt weer helemaal opgetuigd. Nou, stel een aannemer die gaat in het Zandvoort dorp, daar vlakbij waar je al die tentjes hebt, waar je allemaal lekker kan zitten en zo. En vlakbij het strand daar. En daar gaat hij een serietje huizen bouwen en die zijn dan bestand tegen de inslag van een raceauto. Dat gaat toch niet doen? Iedereen zal dan zeggen, ja, mafketel. Ja, maar kijk, we zitten hier vlakbij het Zandvoortcircuit. Maar iedereen zal dan zeggen, ja, mafketel, dat kan toch helemaal niet? En hoezo zou die raceauto dan, als die al uit de bocht vliegt, in de Tarzanbocht of zo, hè? Hoezo zou die auto dan precies bij dit rijtje gebouwen uitkomen? Dan kan die net zo goed ergens anders in knallen. Dus dat is maar een hele kleine kans, toch? Dat zouden wij dus snappen... Bij als iemand huizen gaat bouwen in Zandvoort dorp, bestand tegen de inslag van een raceauto. Maar bij die hoge gebouwen in New York, omdat ze 400 meter hoog waren, dan denken wij van, oh, is wel heel hoog zeg. Nou, het zou zomaar kunnen hoor, een verkeersvliegtuig, dat zou zomaar kunnen. Nee, dat kan helemaal niet zomaar. Die dingen vliegen op 10 kilometer hoogte. Dus dat is 25 keer zo hoog. Nou, dat scheelt me niet nogal wat. Snap je? Maar toch stond het in de krant. Nou, dat is geen logica. Dus waren ze er toen al van plan om de vliegtuigen in te laten vliegen. En als je dan ook weet dat er al, sinds dat het geschreven woord er is, weten wij van de wereldwijde samenswering. Die heet Babylon. En waarom weten we dat sinds het geschreven woord er is? Nou, dat komt omdat voor die tijd, daar hebben we geen geschreven woord van. Dus je moet eigenlijk zeggen, voor zover wij dus dingen weten uit het verleden, was er altijd al een club en die wilde de baas zijn over iedereen. Koste wat het kostte. En die hadden toen dus al...
helemaal lak aan moraal. Liegen, bedriegen, moorden, verkrachten, het interesseerde ze helemaal niks. Het enige wat ze interesseerde was het bereiken van het doel. Nou, die club die noemen we, die heet dan in de Bijbel Babylon, en die club is er nog steeds. En die hebben die twee gebouwen in New York uit de grond gestampt. En ze hebben dan even later ervoor gezorgd dat die vliegtuigen erin knalden. En die gebouwen waren inderdaad helemaal opgetuigd met explosieven. En er is ook iemand en die zegt, ze hebben er nog een soort, niet een laserwapen, maar dan moet je zeggen, een soort magnetron-achtig wapen bijgebruikt. Dus in een magnetron, als je dat principe even voor je neemt, als je in een magnetron ijzer doet, dat doe je maar één keer. Dan knalt je hele magnetron uit elkaar. Hè? Nou, daar kan je ook gebruik van maken. En er is iemand, en die heet Dr. Judy Woods, en die beweert dat ze zo'n soort magnetron-achtig wapen hebben gebruikt. Zou kunnen. Waarom niet? Aan de andere kant, je ziet toch op die beelden erg duidelijk dat er sprake is van explosies. Ja, die beelden, als die torens in elkaar gaan zakken, dan zie je allemaal dingen eruit vliegen van binnen naar buiten toe. En dat is, heet een explosie. Een implosie is het als het naar binnen gaat. Maar een explosie, ex betekent naar buiten. En im betekent naar binnen. Het is import en export. Dus een explosie is dat plodeert naar buiten. Ja, dat zie je toch heel duidelijk op al dat fotomateriaal. Filmmateriaal. Ja, er zaten explosieven in die gebouwen. En gebouw nummer 7, wat om 3:30 middags in elkaar zakte, dat was heel duidelijk een gecontroleerde demolitie. Als dat een Nederlands woord is. Maar een controlled demolition. Dat gebouw is gesprongen, zoals het heet. Dat hebben ze laten springen met springstof. Dat is heel duidelijk. Een iemand die werkt in die industrie, die hoef je maar te laten kijken naar de filmopname van de wijze waarop WTC 7 in elkaar zakt. En die zegt gelijk, oh ja, dat is een job. Dat is een klus geweest. Een paar maanden werk is dat geweest. En dus iets kan je niet zomaar even doen op een middagje. Daar ben je wel even mee bezig. Maar dan kunnen die mensen. Er was zo iemand die heet Danny Dovenko of zo. Een Nederlander. En die keek er zo naar. Die zei, wauw, is een keurige klus. En er werd er achteraan gezegd, ja, dit was op 11 september. En dan keek hij er echt zo heel verbaasd. Die wat? Dat meen je niet. Hij zei, dat is maanden werk. Dat hebben ze maanden zijn ze ermee bezig geweest. Dat doe je niet zomaar even. Oh, en dat was op 11 september, 3:30 middags. Ha! Huh. Nou, dat is erg bijzonder. Even later was die man dood. Die is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Want zijn auto die reed zomaar in ene tegen een boom aan. Ja, dat doen auto's wel eens, hè. Dan gaan ze in ene zo tegen een boom aanrijden. Ja. En toen was hij dood. Een Danny Jovenko of zo. Dovenko. Een Hollandse man, een Nederlandse man. Kijk, die Babylon-jongens, die waren er toen al. Die waren al in de tijd van de Bijbel. Dat is de Toren van Babel. Dat is boek Genesis, eerste boek van Mozes. Daar worden ze al in genoemd. Het hele fenomeen wordt ook benoemd. En er wordt ook bijgezegd dat Babylon een straf is voor onze ongelovigheid. Ja, en wat hebben wij nu? Wij zijn totaal ongelovig qua maatschappij. En we zitten helemaal onder de Babylon. En mijn dochter is totaal transviel. Ze vindt het zo zielig voor die homo's en die transgenders. Dat is echt een bevolkingsgroep, die moet je de helpende hand toereiken. En ik denk, nee, die moet je helemaal geen helpende hand toereiken.
Want dat moet je niet doen met mensen. Je moet mensen helemaal niet helpen. Er is er nooit iemand beter van geworden. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Kijk, je hebt mensen zoals die geestelijk gehandicapten. Maar die mag je niet zo noemen. Maar die mensen met een beperking waar ik dan voor schoonmaak. Ja, als je die niet helpt, dan gaan ze dood. Ja, dat is een ander verhaal. Daar moet je wel wat aan doen. Je kan die mensen niet laten creperen. Dat is harteloos. Maar dat kunnen we niet gaan doen met iedereen. Ik wil maar zeggen, dit is een goddeloze maatschappij waarin we leven. En we zitten onder de Babylon, helemaal totaal. En die homo-transgender agenda, die komt daar vandaan. Toen wij in de jaren 70 naar die hoes keken van David Bowie, die Engelse-Britse artiest. En die plaat die heette Aladdin Sane of zo. En dan is David Bowie helemaal opgeschilderd. En dan is de vraag of je zit te kijken naar een man of een vrouw. Androgyn heet dat. En dan denken wij dat we iets heel moderns zien. Maar dat is het niet. Dat is Babylon. Dat was toen al. Dat staat al, in de Bijbel staat het ook. Het is niet oké als een man gaat lopen in vrouwenkleren. En het is ook niet oké als het andersom is. Vrouwen zijn vrouwen en mannen zijn mannen. Dat is duidelijkheid. En als iemand zegt, ja, ik voel me eigenlijk een vrouw. Ja, dan moet je eens met die persoon gaan praten wat hij eigenlijk bedoelt. Wat bedoel je nou als je zegt, ik voel me eigenlijk een vrouw? En als iemand zegt van ja, ik voel me aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht, dan moet je zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Wil je kinderen van iemand met hetzelfde geslacht als jij? Maar dat kan toch helemaal niet? Oh, je bedoelt dat je seksuele dingen door je hoofd heen spelen. Nou, een koude douche misschien? Wat ben je mee bezig? Maar seks is er echt voor de voortplanting. En ja, de rest, het is leuk. Je moet er niet moeilijk over doen, maar ga er vooral geen probleem van maken. Snappie? Nou, dit was eigenlijk wel een leuke reactie, vond ik, op Francis Capelle. Daar ben ik alleen niet ingegaan op dat Luciferianisme. En dan ga ik daar een aparte uitzending aan wijden. Want dat zegt hij ook nog ergens, dat Thénon, Akon en ik hem dan betichten van Luciferianisten, omdat wij vinden dat atheïsten Luciferianist zijn. Maar ik kan je nu al zeggen, ik geloof dat helemaal niet. Ik weet niet wat Thénon Akon daarvan vindt, maar die heeft het in elk geval niet gezegd. Maar ik vind het echt niet. Een Luciferianist, ik zou niet eens weten waar die mensen voor staan. Dus ik moet me daar nog eens in verdiepen. Het lijkt mij een hele vreemde manier van manifesteren. Ja. Maar toch weer leuk. Kijk, Francis Capelle helpen wij weer aan kijkers. Hè? En Francis Capelle helpt mij, denk ik, dan weer aan kijkers. Want hij noemt mijn naam. En dan gaan mensen hopelijk toch een keer denken, goh, die Perry Winkel toch? Francis Capelle heeft het maar over hem. Nou, dan heb ik het lekker over Francis Capelle. Toch? En heel respectvol. We verschillen van mening. Francis ziet geen orde als hij naar deze foto kijkt die je nog steeds in beeld ziet. En ik wel. Ja, that's it. En op die manier, heel vreedzaam en met totaal geen veroordelende gevoelens naar Francis Capelle toe, zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie allemaal.
Tjus. En dag lieverds.